Hallo Carolien, ik begin deze vlog op zaterdagmiddag. Ik heb heel netjes mijn kleding aan en zo, maar ik heb echt nog niks ondernomen. Ik wou eigenlijk gaan zwemmen, maar ik heb toch eigenlijk gewoon helemaal geen zin om te zwemmen. Dus waarom zou ik nou gaan zwemmen? En nu ben ik heel stout bezig. Ik ben namelijk naar het dierenasiel aan het kijken. Zie je hier? Kan je het zien? Ja, je kan het zien. Jimmy! Jimmy is een prachtige zwarte kater. Hij houdt van het buitenleven, maar ook zeker van het leven in huis. Aandacht vindt hij super, gek op eten natuurlijk en lekkere slaapplaatsjes. Dat is toch echt serieus de perfecte kat voor mij. En hij is ook nog eens helemaal mooi zwart. Oh, Jimmy! En hij is jonger dan 1 jaar en hij is gecastreerd. En ik woon nog 4 maanden in het buitenland, dus het gaat niet lukken. Het was wel leuk geweest als Jimmy en ik samen hadden kunnen gaan wonen. En ik denk dat ik zo de stad in ga. De winkels zijn hier nooit zo lang open op zat. Heb jij soms ook, als je dan buiten bent, dat je dan je levenskeuzes, dat je daarop gaat reflecteren? Want nu vraag ik me echt al waarom ik naar buiten ga, want het regent. Oh wel. Ik doe maar 3 dingen. Kijk, deze 3. En deze neem ik vet aan jou denken. Je hebt ook wel van dat soort truitjes. Alleen dan misschien niet de grijze. Maar... En dan dit. Gaat allemaal terug in de winkel. Dus ik ben een beetje trots op mezelf. Goed, ik was net bij de piercing shop daar. Daar, bij dat gekke ding. En hoe heet het? De piercer is er niet. Dus ik kan nu niet laten zetten. Maar zij, volgens mij, is een maand of wel. Want ik had gevraagd als ik een septum piercing neem, of ik hem dan ook zeg maar mijn neus in kan draaien. Want ik denk niet dat mijn baas het mega kan waarderen als ik daar ineens met zo'n koeienring aan kan zetten. Nou, dat kan gewoon. Dus dat is wel super fijn. De plannen van vandaag, ja, ik ben weer naar de zonnebank geweest. Maar de plannen van vandaag waren voor de avond om naar de bioscoop in City Zuid te gaan. Dus een nieuwe bioscoop geopend in het zuiden van de stad. Dat is dus ook waar de IKEA zit. In de Bilka, waar ik mijn dekbed toen niet heb gekocht. En ik dacht, nou superleuk, fiets ik eerst naar de IKEA, gehaktballetjes, ga ik daar naar de film. Maar het regent. En het gaat volgens mij ook alleen maar harder regenen. Dus ik heb voor vanavond heb ik deze plannen dus even gecanceld. Want ik heb eigenlijk geen zin om zeikinaal in de bios te zitten straks. Dus ik ga even kijken of hij misschien hier in de bios, dat is echt 5 minuten hier vandaan, of daar ging eigenlijk. Misschien dat hij dan daar draait. En anders dan worden dat leuke jongen. Kijk, dit is dus altijd de realiteit. Daar moet de fiets door. Die. En er staan hier altijd 10.000 auto's. En ik weet niet altijd echt kijken waar ik moet fietsen. Het is gelukt. Oké, ik ben weer om het gebouw gelopen. Want ik verwacht een cadeautje voor jou in de brievenbus van eBay. Dus nou, het postvakje zit bij de voordeur. Ik heb nog niet gekeken, want ik zat hier dus laatst. Toen heb ik jou ook een voicebericht gestuurd over het bowlen. En toen ik hier zo liep, keek ik nog eens naar deze vechtende soldaat en het monster. En hij kijkt echt zo recht haar kruis in. Dus ik dacht, misschien hè, heeft hij wel gewoon maandenlang gespendeerd aan het verleiden van dit zeemonster. Zo van, oh jongens, gaan we nou eens even kijken waarmee ik thuis kom. En dan nu kijkt hij zo van, ah shit, daar kan ik echt niks mee. Snap je wat ik bedoel? Theorie nummer 2. Gaan we nu maar eens even kijken in het postvakje. Helaas. Alleen maar een hele grote stapel. Met reclame. Ik heb dus het kopje van mijn huisgenoot laten vallen. Zo heb ik je dat wel verteld volgens mij. Toen ik haar dat vertelde, was ze toch best wel een beetje sick. Dus ik dacht, nou, daar moet ik wat mee. Dus wat ik heb besloten te gaan doen, is van de scherven een vaasje maken. Dus ik heb superlijm gekocht. En ik zag bij de Fakta al kleine plantjes. Dus ik dacht, dan kan ik er wel een klein plantje in doen en dan aan haar teruggeven. Zodat het misschien niet meer als beker functioneert, maar dan maar als vaasje. Vastgelijmd. Heb jij nog tips met hoe ik dit eraf kan krijgen? Goed.
We gaan vandaag plannen van gisteren voortzetten, want het regent vandaag niet. Lekker weer is ook anders, maar ik ben dus nu onderweg naar de IKEA. En dan de Bilka is er vlakbij, dus de bioscoop is er ook vlakbij. Eerste avondeten, nou ja, het is echt inmiddels nog, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Dus ik ging dus even alvast oriënteren waar de bios is, dus ik heb de Bilka weer gevonden. En de vorige keer dat ik hier was, weet je nog wel, sneeuwde het echt keihard. Dat was geen succesvol tripje. Maar ik fiets hier nu dus nu met daglicht. En het is echt een soort van gigantisch complex met grote winkels. Oké, Caroline, ik was dus net in de winkel, Gina Tricot, en ik heb echt nog nooit van de winkel gehoord. En wat bleek nou? Die winkel gaat om 4 uur dicht en het is nu 4:20. Dus ik was daar dus. Ze ging dus dicht en dus zei zo bij het pashokje zo in het Deens van, oh ja, we gaan zo dicht. Dus ik dacht, kak, wat zeg je nou? Dus ik zo, oh, I don't speak Danish. En nou, blijkt dus dat de winkel dicht was, terwijl ik daar nog in het pashokje was. Maar ik mocht nog wel dat jurkje kopen en ik had nog 2 shirtjes, die heb ik helemaal niet gepast, maar ik vond ze zo mooi. Dacht ik, nou, die kan ik natuurlijk niet achterlaten nu. Ik dacht, anders kan ik ook wel ruilen of zo, maar ze was echt super aardig. Dus ik wou even updaten, maar dat jurkje is zo mooi. Lekker, ja. Ik was dus naar de film Landen des Volen. En je hebt dus ook Washington des Volen of zo. En dit is dus een deel 2 van die film. Het is echt zo'n ontzettend slechte film, maar echt wel mega vermaakt. Dus ik heb mij wel vermaakt. En nu, het is echt koud buiten. Hoi, hoi. Ik hoop dat ik mijn handschoentjes bij me had. Dat was hem weer, de vlog van deze week, van dit weekend. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik heb net jouw verhaal over de familie aangehoord en ik heb het erg met je te doen. Wel heel leuk dat je deze week Japan gaat boeken. What the fuck? Echt super vet. Ik spreek je hopelijk heel snel weer via FaceTime.